Opgave 4. Zie figuur 10.26 met het parallelogram ABCD. AB is 8, AD is 5 en de hoogte DE is 4. Bereken BF in 2 decimalen nauwkeurig. Nou, als je zo'n opgave als dit maakt, zorg er dan altijd voor dat je of een werkblad hebt waarop je kunt tekenen of dat je het even in je schrift natekent. Want dit soort opgaven kun je niet maken zonder tekening. Dat lukt niet, want je moet zoveel aanpassen. Dus doe dat eventjes, tekenen. Oké. Het eerste wat ik meestal doe, is ik geef de vraag even aan in mijn tekening. Ik moet hier BF uitrekenen. Daarna ga ik het plaatje bestuderen, ga kijken wat is er gegeven en wat heb ik eraan. Het is een parallelogram. Omdat het parallelogram is, weet ik dat alle zijden even lang zijn. Hè? Dus daarmee bedoel ik CD is net zo lang als AB. Dus hier van A tot B is ook 8. Ik weet BC is 5. Ik weet ook iets over de hoeken, maar ik weet geen enkele hoek, dus daar heb ik niks aan. Wat weet ik nog meer? Nou, dit is eigenlijk wel van een parallelogram. Oké, volgende stap. Ik ga kijken of ik dingen alvast kan uitrekenen. Ik zie over hoeken van 90 graden, dus Pythagoras zal vast wel kunnen. Even kijken, ja, ik heb hier driehoek AED. Daarvan heb ik ED en ik heb AD. Dus dan moet ik AE uit kunnen rekenen. Nou, hier zit die hoek van 90 graden. Ja, of je herkent direct dat dit een bijzondere Pythagoras driehoek is. Namelijk eentje met een verhouding 3 staat tot 4 staat tot 5. Die stoppen ze vaak in opgaven. Dan weet je dus dat AE 3 moet zijn. Of je rekent hem natuurlijk even uit. Hè? AD, de schuine zijde in het kwadraat, is AE in het kwadraat plus ED in het kwadraat. Nou, die weet ik, 5 in het kwadraat. AE is 4 kwadraat. Oh, dat vul ik verkeerd in. Even gummen. AE is, die weet ik niet. Die moet ik juist uitrekenen. En ED is 4 in het kwadraat. Oh, wat is het veel handiger om het uit je hoofd te leren. Oké, AE kwadraat is dus 9. Oftewel AE is 3. Nou, het scheelt tijd, zie je, als je herkent dat het een 3, 4, 5 Pythagoras driehoek is. Oké, ik ga kijken, is er nog meer wat ik kan gebruiken? Zie ik nog meer driehoeken waarvan ik het makkelijk kan uitrekenen? Nee, dat is jammer. Oké, laat ik iets anders proberen. Sinusregel, cosinusregel, nou, ik heb helemaal geen hoeken, dus Sos-Castoa valt ook allemaal af. Even kijken, Pythagoras gebruikt de sinusregels. Nou ja, ik heb natuurlijk net die nieuwe regel, die zijde keer hoogte methode. Laten we kijken of die erin zit. Dan moet ik op zoek gaan naar een driehoek. En het liefst dan is die zijde die ik graag wil weten, is daar zeg maar dan een hoogtelijn of iets dergelijks van. Nou, BF, die is onderdeel van driehoek ABC, van die groene driehoek. En als ik AC zou weten, dan is dat de basis. Dus ik schrijf even die formule op. Dus ik schrijf even oppervlakte van die driehoek. Ja, is een half keer AC keer BF. Stel dat ik AC zou weten, dan zou ik BF moeten kunnen uitrekenen. Ja, mits ik op een andere manier de oppervlakte van die driehoek uit kan rekenen. Oké, ik ga kijken, hoe kan ik op een andere manier die driehoek uitrekenen? Dan kies ik even een andere zijde als basis. Wat als ik nu zijde AB als basis kies? Deze. Dan is er een andere zijde die daar, of tenminste, ja, een zijde. Ik heb nog een hoogtelijn die daar loodrecht op staat. En die vertrekt vanuit het andere hoekpunt. Nou, het is driehoek ABC, groen gekleurd. Die vertrekt vanuit het andere hoekpunt, C dus. Daar is C. Eventjes een kringeltje eromheen zetten. Daar is C. Daar vertrekt hij vandaan en dan gaat hij loodrecht op AB. Dat betekent dat hij hier zo recht naar beneden loopt. Dan verleng ik AB eventjes, dan staat hij zo loodrecht. Ja, AB weet ik precies van hoe lang die is. Die is namelijk 8. En extra letter erbij, CG weet ik ook hoe lang die is. Die is namelijk net zo lang als DE, die is 4. Oké,
Nu kan ik dus de oppervlakte van die groene driehoek uitrekenen. Oppervlakte van driehoek ABC is een half keer AB keer de hoogtelijn CG is een half keer AB, 8 keer CG, 4. En dat komt uit 16. Terug naar de andere berekening. Ik weet nu dat een half keer AC keer BF moet 16 zijn. Ja, deze kan ik alleen maar oplossen als ik AC weet. Dus ik ga eens in het plaatje kijken, kan ik AC uitrekenen? Nou, als je goed kijkt, dan zie je dat ik kom kleurtjes tekort. Groen heb ik al gebruikt, nou, blauw dan nog maar. AC is de schuine zijde van driehoek AGC. Dus ik ga nu naar driehoek AGC kijken. Bij hoek G zit een hoek van 90 graden, want CG is immers de loodlijn. En AC staat de schuine zijde van. Nou ja, met de stelling van Pythagoras moet ik dan die schuine zijde uit kunnen rekenen. Nou, dan heb ik alleen nog het stukje BG wat ik even niet weet. Maar dat BG is een onderdeel van een driehoek waarvan een van de zijden 4 is, de andere 5. En dan weet je dus dat BG net zo groot moet zijn als AE. Dus BG die is 3. Oké, in driehoek AGC, dat is die grote driehoek, ga ik de schuine zijde AC uitrekenen. AC in het kwadraat is AG in het kwadraat plus GC in het kwadraat. Nou, AC is degene die ik wil weten. AG, dat is 8 plus 3, dus dat is 11 in het kwadraat. En CG of GC die is 4 in het kwadraat. AC is dan de wortel uit 137. Nou, dat ga ik weer in de formule van mijn oppervlakte gebruiken. Een half keer wortel 137 keer BF is 16. BF is dus 16 gedeeld door een half wortel 137. Nou, met de rekenmachine. En afronden op twee cijfers achter de komma, 2,73.